Wil je een multidimensionale schilderij ontstaan gedurende 11 jaar? Dus de eerste laag werd gelegd in 2010 en toen was steeds meer wat bijgevoegd. Het is net een water ripple met een ripple effect, maar tegelijkertijd met bepaalde filosofie daarachter, met bepaalde verbinding. En je ziet daar ook mensen iets doen. En daar kun je ook je eigen verhaal van maken. Wat zie jij hierin?